een goede middagavond, morgen, wanneer je dit ook ziet. Ik weet, de Zitbox van november is nog niet aangekomen, maar die van december wel, nadat ik een mail naar Xavi heb gestuurd om te vragen waar hij mijn bestelling bleef. Dus, en ergens op die doos staat dat dat van de Xavi is. Hier, dat kun je hier zien. Dat zal met die veranderingen die er gebeurd zijn. En er een decor ook, dat heb je al gezien. Ik kom proberen van nou ongeveer deze als decor te houden. Ik heb één dochter, die heb je waarschijnlijk gehoord, die boven in haar kamer op Discord zit met haar klasgenootjes Among Us te spelen, 9 op 10. Al de chance dat ze nog niet gevraagd heeft om met mij mee te doen. Ik heb dat spel overlist meegespeeld en ik snap door de ballen van. De andere dochter zit hier aan tafel over mij met de kat. Dat is de doos dat je hoort opengaan. Oei, 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 dat is al niet eens. Het is al niet eens zo. Amai. Oh, het is geen Russisch poepetje niet meer. Mannen, deze zit erin. Tony, kijk eens. Wat is uw reactie? Oké. En we gaan eens schokken wat dat er allemaal in zit. Ja, je weet van Phoebe, moet je laten zien dat dat er ook is. We beginnen met een t-shirt. Een t-shirt van Nintendo Entertainment System staat erop. Deze staat erop. Wat staat erop? Een kerst-t-shirt. Ah ja, dat is de kerst-t-shirt, want dat is de Zitbox van december. Ik heb mijn kerstmuts ontzoeken geweest, ik heb ze niet gevonden, dus je zit met mijn coronakoep. Want mijn coiffeur is in stalking. En anders doe ik het zelf nog eens, dan steek ik er dan dus wel in. Wat zit er nog in? Een bad-eentje van Borderlands 3. Zo ziet dat eruit. Allee zeg, er zijn er 4 verschillende. Die hebben alle 4 een naam. Psycho, Lilith, Moxie en Tina. En dit is Lilith. Alleen als ik deze mooi in een douche geweest, zeg. Goed, dat is een cosplaying duck. Het staat er zelf hier. Het staat er zelfs op. Cosplaying duck. Waar zit er nog in de doos? Daar zit er een... Oeh! Een Lion-O minifigure. Alleen minifigure. Van de Thundercats, de originele Thundercats. Met de Eye of Tundera, zijnde zijn zwaard, en zijn klauw. Ik weet niet of je dat goed kunt zien, maar hij heeft zijn klauw aan. Ja, ik denk dat je het dan wel kunt zien. Hij heeft zijn klauw aan en dat is zwart. Allee, had dat nog een dolk is, ken dat erin. Je hebt ook nog Chitara en Snarf, Panthro en Tigra. Maar, je weet, Lion-O, dat is eigenlijk een kind die er niet eens opgroeit. Ik heb hierboven, of... Ik heb hier nog ergens een originele actionfigure van die Lion-O liggen. Joepie! Want, hey, dat was... jeugd zien die mensen dat Thundercats. Dat was van school thuiskomen en dat was Thundercats zien. En wat zit hier nog in? Een Kingdom Hearts actionfigure van de koning zelf, Mickey Mouse. Gisteren nog over gehad, dat Kingdom Hearts 1 heb ik gespeeld en dan de Game Boy Advance versie ook, met die kaarten. En de tweede moet ik er nog aan beginnen, maar voor de rest heb ik niet meer, want dat is dan niet meer op Nintendo uitgekomen. Wat heb je daar? De Sora, de Mickey Mouse en de Shadow Soldiers. En die zal, ja dat zal de Keyblade, dat zal een soort van Keyblade zijn dat die aan heeft, dat even, want... Ik weet dat Sora die in een Keyblade, en dat is dan gebaseerd op Sora die in een ruimteschip allerlei Disney-filmen afgaat. En dan komt hij in de wereld van... En de doos is leeg. Dus ik ben benieuwd of de kat dat ook een plezante doos gaat vinden voor in te liggen, want die ligt al weken in de doos van de Chinees. Allee, wat zat er deze week in? Deze week, deze maand. Koning Mickey uit de Kingdom Hearts-serie. Thundercats, ho! Van Lion-O. Ja, Tony lacht er niet mee, zo roept hij de Thundercats op. Want dat is een dolk. En als je dan Thundercats, ho! Doet, dan komt het. Dat dingetje hier, hè? Dat rood hier, hè? Dat bolletje, hè? Daar komt dan een laserlicht uit. En de Thundercats, als die dat signaal zien, dan laten die alles vallen. En dan gaan die Lion-O helpen. Want. Die twee gaten in dat zwaard, daar kan hem doorzien wie het er in de problemen in ziet, als hij dat voor zijn ogen houdt.
lacht daar niet met Tony, zo zit dat hier niet aan. Oké, dus een cosplayend bad eentje dat Lilith hield. En een kersttshirt van Nintendo. Die zullen we dan wel volgend jaar met kerstmis aan doen, zeker? Of in de kerstvakantie? Alhoewel. En wat stond daarop? Het zijn zeven controllers en allemaal kerstballen. Oké, dat was het. Merci voor te kijken en hopelijk tot de volgende keer. Ja, en je zeven like, comment, subscribe, dat moet allemaal voor mij niet, dat weten. Allee, dat was het. Dankjewel.